Weekoverzicht van 29 april tot en met 3 mei. Morgen is de dag van troonsafstand. Een nieuwe koning, maar ook van de laatste Koninginnedag. Ondanks dat er veel mensen aan de buis gekluisterd zullen zitten, wordt er in Hilversum van alles georganiseerd om onze aftredende koningin en onze nieuwe koning te vieren. Zo zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de tv-uitzending niet thuis op de bank te bekijken, maar met mede-Hilversummers in het Dudokpark op een groot scherm. Rondom de uitzending zijn er in het park diverse optredens, kinderattracties en er is een ballonnenwedstrijd. In het centrum van Hilversum worden diverse muziekpodia opgezet, is er een vrijmarkt en zal de kermis gewoon geopend zijn. Rinus Michels, neef van de voetballer Rinus Michels, is al 50 jaar de cameraman bij uitstek. Er zijn maar weinig landen geweest waar Rinus zijn beroep niet heeft uitgeoefend. Dus reden genoeg voor de burgemeester om Rinus te feliciteren met zijn gouden jubileum. Meneer Michels, ik heb gehoord dat u 50 jaar cameraman bent inmiddels. Ik. En dat u 80 jaar bent. Dus ja. U bent eigenlijk een enorme senior. Ja. En omdat ik u nog eigenlijk elke dag tegenkom in het dorp, in de stad, waar ik ben, bent u ook. Ja. En nou, dat vind ik zo bijzonder dat ik dacht, ik ga meneer Michels een cadeautje geven namens de burgemeester. Zo. En de gemeente. En elke dag nog bent u op pad? Nou, niet elke dag als er wat is. Meestal ook zaterdag en zondags ben ik bereid, omdat nu ook de mensen stagiaires, die ook een vrije dag mogen hebben natuurlijk, die ook hard werken voor de opleiding. En ik moet u zeggen, ik bewonder het gewoon waar ik nu werk. Wat zo fantastisch. 60 jaar. Had u het alles gezien? Nee, ik heb dit nog niet gezien. Bert van de Veer, maar die is bij ons ook nog 60 jaar televisie, waarvan u dus 50 jaar zelf hebt meegemaakt. Ja, klopt. Dat leek me wel toepasselijk. Fantastisch. Met een dvd met 3 uur unieke televisie. Een prachtig boek. Ja. En misschien ziet u zelfs wel beelden van wat u zelf hebt gemaakt. Ja, precies. Televisie. Op je naam. Alsjeblieft. Mijn hartelijke dank. En ik hoop nog veel met u te werken. En dank ik ook namens RTI. Wederzijds. Dank u. Hilversum houdt de lasten laag. Dat bracht de gemeente vandaag via een persbericht naar buiten. Een gemiddeld gezin in Hilversum betaalt €750 per jaar aan gemeentelijke belasting. In Nederland variëren de gemeentebelastingen voor een gezin van 3 of meer personen in een gemiddelde eigen woning tussen de €508 en €1149 per jaar. Hilversum zit met €750 rond het landelijke gemiddelde. Wethouder Mooijen zei in het persbericht: ondanks de economische situatie hebben we ervoor gekozen om onze burgers in woonlasten zoveel mogelijk te ontzien. De gemeente is blij dat de onroerende zaakbelasting, die ook wel de OZB wordt genoemd, in dit jaar minder dan 1% stijgt. Andere gemeentelijke belastingen zijn wel gestegen. Hoe herinnert u zich koningin Beatrix? Ze regeert het land goed. Was een lieve vrouw. Heel erg betrokken eigenlijk wel. Ze was heel correct. Erg leuke vrouw, enthousiaste vrouw. En heel netjes. Ik vind dat ze zich altijd wel goed inzet met dingen. Ik denk dat ze voor Nederland wel heel goed is geweest. Ook zichtbaar was voor het volk, dat ze zich niet verheven voelt boven de mensen. Dat is wel mijn meeste herinnering aan koningin Beatrix. Mijn 2 dochters en mijn vrouw die heeft geholpen met de spulletjes brengen. Iets voor 5. Echt heel vol. En het rare was, het zat er bijna helemaal vol. We moesten echt nog een plaatje zoeken. Sapje of lekker kopje koffie. En ieder die dit drinkt voelt zich tip-top koning de rest van de dag. Dus, met heel veel energie en vrolijkheid en veel dans. En ze kunnen ook nog spekjes bij krijgen. Ja, en daar. Nou, we zijn er echt om 7:30? Ja, we zijn lekker laat aankomen. We hebben ons tafeltje hier ernaast geschoven. En zo doen we dat. Ja. En we doen aardige zaken. Het Kruifkoord was vandaag de plek voor het Versa voetbaltoernooi. Met als drijfveer respect voor elkaar. We zijn vanuit het jeugd- en jongerenwerk van Versa Welzijn en we organiseren hier in het kader van de meivakantie een voetbalactiviteit voor de jeugd tussen de 10 en de 15 jaar. Kinderen uit verschillende wijken kwamen uit voor een wijkcentrum. Om vrije tijdsbesteding van de jeugd nuttig te maken, organiseren wij in de vakanties allerlei verschillende activiteiten. En vandaag is dat een voetbaltoernooi. Je kan meedoen, je hoeft je alleen maar op te geven. En ja, uit heel Hilversum kun je gewoon met het team meekomen doen. Ook bij andere jongerencentra's in Hilversum. Zondag 3 maart is het Podium geopend, een multicultureel centrum aan de Herenstraat. Maar wat voegt het Podium op cultureel gebied nou eigenlijk toe aan Hilversum? Ja, het Podium dat is eigenlijk een centrum voor creatieve uitingen, zoals ik het noem. En wat ik wilde, dat was verschillende producten bij elkaar laten komen. Dus kunst, podiaoptredens, workshops, trainingen, zaalverhuur. Ik zocht naar een goed pand voor het concept wat ik wilde uitvoeren en heb vervolgens contact opgenomen met de makelaar. En ja, op het moment dat we het krijgen zijn we ook bezig gegaan met de inrichting. En de inrichting moest ook voldoen aan het concept van wat we wilden. Ik richt me op 35-plussers, maar dat hadden ook 30-plussers kunnen zijn. Omdat in alle eerlijkheid daarvoor in Hilversum niet zo heel veel te doen is. De reacties van het publiek zijn over het algemeen eigenlijk alleen maar heel erg goed. Ze vinden de ruimte fantastisch. Ze vinden het concept fantastisch. De avonden die de mensen die hier geweest zijn hebben meegemaakt. Leveren altijd heel goed en positief commentaar op. En wat je vooral hoort is dat ze blij zijn dat dit pand, het Podium Hilversum, een gat in de markt vult voor de 35-plussers. Opvallend is dat, dat artiesten me en andere kunstenaars me prima weten te vinden. Iedere dag, en dat is niet ongelogen, krijg ik zeker 2 tot 3... mensen binnen die iets met muziek, met kunst of met wat dan ook te maken hebben. Ik zat hier vlakbij in een pand, maar ik liep hier naar binnen en ik zag dat podium en ik dacht, ja, fantastische ruimte. En ik ga hier gewoon lekker door met mijn muziekschool. Het hangt vol met kunst. Ja, het podium staat, de kleuren zijn goed. Nou ja, dat is zoals het gegaan is. Ik denk dat het ook erg belangrijk is dat mensen zich hier prettig voelen, veilig voelen. En hier leuke avonden hebben. Gisteravond bereikte ons het droevige bericht dat Gerrit van der Waals, raadslid en fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum, is overleden. Gerrit kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 als nummer 2 op de lijst van Leefbaar Hilversum in de gemeenteraad. Na het reces van vorig jaar was hij fractievoorzitter. Hij was een gedreven en betrokken raadslid, een man ook van geen woord te veel. En iemand die direct tot de kern van de zaak kwam. Vanaf augustus 2012 vormde hij de eenmansfractie van Leefbaar Hilversum, ondersteund door 4 fractiemedewerkers, en bleef zich, ondanks zijn ziekte, tot het uiterste inzetten. In maart dit jaar liet hij zich vervangen door Mirjam Koloos, met het vaste voornemen om na 16 weken weer in de raad terug te keren. Dat heeft jammer genoeg niet zo mogen zijn. Gerrit werd slechts 60 jaar oud. Voor de tweede maal in Hilversum vond het muziekconcours Perpetuum Mobile plaats in het MCO. Dit concours vindt roulerend tweejaarlijks plaats in Sint-Petersburg, Berlijn, Parijs en Hilversum. Alle winnaars, waaronder de Hilversumse violiste Alla Kim, kregen een diploma en een geldprijs uitgereikt door wethouder Jan Rensen. Elk jaar wordt Bevrijdingsdag afgesloten met het traditionele vuurwerk op het Lapersveld. Vele Hilversummers hebben dit jaar weer genoten. Maar zij realiseren zich niet wat zo'n show aan voorbereidingen vergt. Vuurwerkontwerpster Nancy Arler is daar de nodige tijd mee bezig. En dat begint al met het aanvragen van de vergunningen. 14 weken van tevoren moet je de show aanvragen bij de provincie. Die sturen dat door naar de gemeente en naar de brandweer en naar de politie. En die moeten allemaal toestemming geven. Nou, als dat rond is, dan ga ik beginnen. Dan ga ik de show schrijven. Nou, als dat geschreven is, dan moet ik dat ook precies doorgeven, weer naar de provincie. En dan is het eigenlijk een kwestie van wachten tot de dag zover is. En al je spullen bij elkaar halen en met z'n allen knallen. De opbouw van het vuurwerk begint zaterdagochtend vroeg. De hele dag door vinden er uitgebreide veiligheidscontroles plaats. De show wordt opgebouwd volgens een zorgvuldig ontwerp. Hier ligt de echte uitdaging voor de vuurwerkontwerpster. In tegenstelling tot bij andere shows wordt in Hilversum geen muziek gebruikt. Dit is niet op muziek zaterdag, dus dan is het zeg maar heel open. Je kan dus zelf bepalen wat wanneer je gaat doen. Dat wordt wel elektrisch afgestoken, dat wel. Maar met de hand zou dat te veel zijn om met een fakkeltje langs 1000 bommen te gaan rennen. Professioneel vuurwerk wordt al lang niet meer met de hand afgestoken. Alles gaat tegenwoordig elektronisch. Ook het ontwerp vindt in de computer plaats. Dit heeft zo zijn voordelen en nadelen. Je kan het eigenlijk niet oefenen van tevoren. Dus het is eigenlijk iedere keer weer een risico wat je loopt. Want het kan goed gaan en het kan ook misgaan. Wij doen op de computer en dan doen we met kerstverlichting. Dat doen we in de kanaaltjes, dus waar normaal de draadjes echt in zitten. En dan kan ik wel kijken of dat precies op tijd afgaat. Maar meer kan ik in principe niet doen, pas op het moment zelf. Ook voor de organisatie is het altijd weer spannend of alles goed gaat. En als dan het Lapersveld op zaterdagavond is volgestroomd, is het voor iedereen weer een verrassing hoe de show er dit jaar uitziet. Wij houden veel van aparte dingen. Dus wij zijn altijd bezig met weer iets anders te bedenken wat nog niet is geweest. Dus dat zullen wij zaterdag ook weer laten zien. En indrukwekkend was het. Weet u nog, de vorige keer, toen ik Beer en Timo presenteerde? Scooter kwam toen een aantal keren kort in beeld. En deze keer wachtte Scooter me al op. Scooter is een jager. Een gecasteerde kater uit 2010. Hij kan moeilijk met kinderen omgaan, kan zelfs honden aanvallen en heeft toch een lief karakter. Maar let op, Scooter is een jager. King is een knuffelkat. Ook een gecasteerde kater, maar dan uit 2011. Hij is in huis dominant, kan moeilijk met kinderen omgaan en vindt de tuin heel plezierig. King komt graag op je schoot liggen voor een knuffel. Wilt u meer informatie? Bel of beter ga naar het dierenasiel.